Oké, man. Een hele goede morgen, Anton. Goedemorgen, Peter. Nou, we hebben al heel snel even kort voorgesproken, maar de vorige video is goed ontvangen, begreep ik. Ja, mensen vinden het interessant. Ja, dat was echt, het heeft heel veel dingen losgemaakt bij mensen. Ja. Ja, vorige week toen we de interview hebben gehad en jij het op internet plaatste, ja, zagen we gewoon vanaf dat moment bij ons allemaal vragen en mailtjes en aanmeldingen. En echt geniaal. Ja. Echt heel fijn, omdat dat we gewoon natuurlijk al 18 jaar bezig zijn geweest om die term gewoon een beetje onder de mensen te krijgen. En dat we nu zien dat die erkenning er is. En dat het daadwerkelijk doorbreekt. En dat het binnen het onderwijs bekend wordt. En dat het binnen de gezondheidszorg bekend wordt. En dat het steeds breder wordt. Ja, ja dat zijn we heel blij mee. Omdat we natuurlijk, ja... Wat er staat in de stukken van Saskia Bosman. Dat je inderdaad je zelfherstellend vermogen mee kunt activeren. Ja, dat is gewoon een feit. En dat is natuurlijk prachtig in deze tijd waarin heel veel mensen in de angst zitten. Dat ze in ieder geval op zoek gaan naar alternatieven. En deze termen op dit moment gewoon steeds meer tegenkomen. Ja, dat maakt ons heel erg blij. Ja. Want we hopen echt eigenlijk dat het goede nieuws de mensen het eerste mag bereiken. En dat goede nieuws is dat we weer weten dat wie ben je zelf? En dat veel mensen dat op dit moment gewoon ook ontdekken. Ja. Want ja, we worden overal wakker. En de mensen merken dat ook, de energieverschillen. En daar krijgen we natuurlijk veel vragen over. Dus het is heerlijk om deze mensen te kunnen begeleiden. Ja. Je had het net al over erkenning is belangrijk op dit moment. Erken belangrijk. Maar goed, het is fijn om erkenning te krijgen nu. Ja, uiteraard. Ja. Eerst word je natuurlijk in 2003 krijg je eerst die situatie dat je natuurlijk wordt, ja, je wordt gewoon niet gezien. Nee. Dan krijg je een heel gevecht tegen je, maar uiteindelijk lijkt het er nu op dat we gewoon winnen. En datgene wat we gewoon altijd hebben gewild, de oplossingen aanbieden bij de mensen en kennis aanbieden, dat inderdaad nu wortel schiet, om het dan maar zo te zeggen. Mooi. Moeten we deze, daarom, ik zei net al, moeten we deze video dan wel gaan doen? Ja, nou ja, we hebben, laat ik het zo zeggen, we hebben nog zelfs een extra datum ingepland. Okay. Eventjes om de stroom te kunnen opvangen. En het maakt ons ook heel erg blij, natuurlijk. Wat jij dus net ook al even aannoemt, of benoemt, dat is de erkenning. Ja. En dat we op die manier ook weer mensen tegenkomen die ik jaren geleden of in Soest of in Nieuwkerk of in, weet ik veel, op zoveel plaatsen heb gezien. En waarbij je dan afvraagt, waar zijn die mensen gebleven? Ja. En ze komen nu gelukkig weer op het pad en ze verbinden. Ja. En ze houden zich nu, dat is heel mooi, ik heb gisteravond de energy update. Ja, dan heb ik gewoon 3 schermen vol met mensen. Ja. En dan zitten eigenlijk al die mensen op dat moment in hetzelfde bewustzijn. Met die nieuwe kennis. En wat er dan op dat moment mogelijk is, dat is gewoon echt, echt geweldig. Ja, ja. Hé, hey, mooi man. Nou, ik ben blij. Ik ben blij. En nogmaals, iedereen speelt zijn rol in dit hele verhaal. Hè? Dus ik ben blij dat ik mijn deel heb kunnen doen. Maar nu, waar gaan we het nu over hebben? Nou ja, jij, doe maar, ga je gaan. Nou ja, ik weet jou, hè? Jij bent al 16 jaar bezig, hè? Meer dan 16 jaar, geloof ik, hè? Nou, 35 jaar eigenlijk. 35 jaar geleden werd ik meldpunt en werd klokkenluider gebombardeerd. Ja. Tot klokkenluider gebombardeerd. En vanaf 2003 eigenlijk, zeg maar, volledig actief met het brengen van nieuws. Dus eerst met SOPN en nu gewoon op AntonTeuber.nl. Ja. En nu wordt alle tijd even opgeslikt door het Schumann Instituut. Ja. Ja. Nee, ook goed. Maar even voor de duidelijkheid, Nibiru.com of .co, wat is het nu? Hoe heet dat? Hoe heet het? Ja, Nibiru.co, dat is eigenlijk mijn oude site. Die is gewoon gekopieerd. Ja. En die hebben daarna hun eigen nieuws gebracht. Dus dat nieuws dat komt ook niet overeen met de feiten die hier in het land zijn. Dus de mensen die nu achter die site zitten, dat geldt ook voor 9 News. En dat geldt voor veel andere sites die niet, ja, eigenlijk
dit bekendmaken. Hè, want ik vind de Schumann-resonantie en natuurlijk het feit dat wij worden bezocht, dat vind ik het grootste nieuws op dit moment dat de wereld dient te horen. Ja. Omdat het ook de oplossingen biedt voor iedereen. Okay. En dat zien we natuurlijk op die sites wat hier in Nederland zich heeft gemanifesteerd. En met name in het noorden. En ik ben ook heel blij dat je het daarover met me wil hebben. Ja, dat mag nu iedere Nederlander eigenlijk wel eens weten. Ja, want hoe belangrijk is het noorden? In, als we het dan hebben over, ja, waar hebben we het over? Hebben we het over UFO's of waar hebben we het... Nou, het noorden is sowieso wel apart. De drie noordelijke provincies, we liggen op een leilijn. Ja, en die leilijn, voor de mensen, leilijn zijn de energielijnen die de energie vanuit de kern van de aarde naar de ionosfeer transporteren. Tenminste, zo zien wij het. Daar zit het noorden van het land op. En dat merken wij ook. En de mensen die naar het noorden van het land toekomen, die zeggen ook altijd, als we bij Zwolle over de IJssel zijn, ik geloof dat ik het vorige week ook heb gezegd trouwens, maar dan voelen ze al dat daar een andere energie is. En hoe dichter ze naar Groningen komen, dan merken de mensen dat. En vooral de mensen die vanuit het westen en het zuiden van het land komen. Ja, klopt. En ja, dus de energie is hier hoger. Drenthe, dat is eigenlijk nog op sommige plekken echt een bepaalde oerenergie. Maar ja, het is wel opvallend dat na 35 jaar meldpunten zijn geweest, dat je natuurlijk duizenden gevallen bent tegengekomen van mensen die in het noorden van het land echt ervaringen hebben gehad en dingen hebben meegemaakt en nog steeds meemaken. Ja. Dus waar moet je dan aan denken dan? Nou ja, in eerste instantie, het begon eigenlijk... het begon voor mij in natuurlijk toen ik achter Roswell kwam. En dan ga je op dat moment gewoon twijfelen. Je bent op dat moment al UFO-meldpunt van, is er nou iets of is er niets? Is het echt of is het niet echt? Nou ja, toen kwam in 1989 het NOS-journaal dat er dus in Rusland aliens waren geland. Nou ja, dat was voor mij ook een reden om dat verder te gaan onderzoeken. En eigenlijk vanaf 1989 is het voor mij gewoon een klare zaak. We worden bezocht. Mm-hmm. Omdat dat ook op dat moment in het nieuws kwam. En de informatie die ik zelf vanuit Rusland heb gekregen. En die ik op dat moment ook al kreeg. Omdat ik op Vliegveld Eelde, bij het KNMI, bij Schiphol, bij Vliegbasis Leeuwarden, Lelystad en Eelde. En via Frontier was ik UFO-meldpunt. Ja. Ja, dus dan krijg je de verhalen. En als je dan natuurlijk duizenden verhalen krijgt, ja, dan zitten er natuurlijk parallellen in. En dan geloof je dat eerst nog niet. En dan sta je er eerst als nuchtere Groninger eerst even heel nuchter tegenover. Maar op een gegeven moment besef je natuurlijk wel dat er wat gaande is. Ja. Dan is het ineens 1997. En een vriend van mij die piloot is op Vliegveld Eelde, en daar een vliegschool had met drie vliegtuigen, ja... Die belde mij in 97 ineens 's nachts uit mijn bed. Omdat die... En die band, die is overal te vinden. Die staat ook wel op mijn website. Maar hij maakte boven Vliegveld Eelde dus mee dat er een aantal objecten gewoon met hem meevlogen en zomaar uit het niets verschenen. En die hele tape van dat gesprek met de verkeerstoren op Eelde en met de piloot, ja, die is in Nederland eigenlijk best wel massaal naar buiten gebracht. Mede door Adam Curry, die daar heel veel aan heeft meegewerkt. Ja, en dan wordt het 2002. En dan beginnen we ineens overal boven Groningen objecten te zien. En de ene dag en meer. En je krijgt meldingen en meldingen. Dus in 2003 zijn we die meldingen ook en de informatie die we kregen, zijn we via SOPN en Nibiru, hebben we dat toen bekendgemaakt. En dan is het 2003 en dan maak je dit soort informatie bekend. En dan komen de mensen uit alle hoeken van het land met hun verhaal. Ja, en zo gaat het verder en verder. En dan krijg je eigenlijk inzicht wat er in dit land is gebeurd. Het is werkelijk niet te bevatten. Nee. En natuurlijk de dingen die op Eelde zijn gebeurd, de dingen die op Leeuwarden zijn gebeurd, de dingen die bij Soesterberg zijn gebeurd, de incidentele gevallen bijvoorbeeld... Bij in Brabant met een Robert van der Broeke. De gevallen in Twente, waar ik veel mensen ken die allemaal weten van het contact. Het zijn echt bepaalde plekken in Nederland waar inderdaad meer activiteit is. En vanaf 2002 kwamen er veel objecten. En deze objecten die vertonen zich met name bij die mensen
die eigenlijk al een innerlijke kennis hadden dat er meer was. Die objecten werden ook gezien door de gewone mensen, maar ja, die rationaliseerden, het zal wel een drone zijn of het is een Thaise ballon, weet je, dat. Maar de mensen die natuurlijk al wat meer wisten, ja, die pakten dat op en die gingen dat, ja, die geloofden dat, die gingen het onderzoeken en die werden daar bewust van. En op een bepaald moment, ja, werd dat bewust van die mensen, werd weer het bewustzijn eigenlijk met datgene wat zich bij hun heeft gemeld. Heel bijzonder. Dus er ontstonden eigenlijk telepathische verbindingen. Dus eerst kwamen de objecten. De mensen geloofden het of geloofden het niet. De mensen die het geloofden, die gingen het onderzoeken. Die wisten ook dat ze er niet bang voor hoefden te zijn, want dat heb ik van veel mensen gehoord. Dus op een bepaald moment, ja, werden ze er bewust van. Maar ja, op een gegeven moment sta je zo voor open, dat als je dan verhoog je trilling in feite. En op een bepaald moment levelde die trilling, ja, en werd er een telepathisch contact. En zo worden gewoon in dit land echt duizenden mensen, en dat is niet overdreven, dat zijn duizenden mensen gewoon op dit moment begeleid. Oké. En het is bekend bij meneer Sijpersma, die het al in 2008 voor de televisie vertelde, dat er hier dus van alles gebeurde, maar het niet nodig vond om er nieuws van te maken, omdat het eigenlijk elke dag gebeurde. Want dat gaf hij ook aan in het interview, van iets wat elke dag gebeurt, dat is geen nieuws meer. En zo heb ik met meneer Klunder, de eindredacteur van RTV Noord, een gesprek gehad. Over op een bepaald moment stond dat oranje busje van RTV Noord voor mijn deur. Want er waren namelijk objecten boven Winsum gefotografeerd, daar wist ik helemaal niks van. En wij hebben al eens vaker RTV Noord benaderd, gewoon om het feit van, jongens, laten we gewoon eens om de tafel gaan zitten. Dit zijn feiten die hier in het noorden van het land gebeuren. En er komen steeds meer mensen hiermee in aanraking en die komen met hun verhalen. Dus op een bepaald moment wordt dit gewoon bekend. Ja. Nick Lunde die zei tegen mij van, nou ja, als het dit weer gebeurt, dan besteden wij daar verder geen aandacht aan. Dus mensen moeten zich ook eens afvragen, wat hebben we aan al die regionale zenders en het Dagblad van het Noorden? Want als meneer Sijpersma al eigenlijk erkent dat er hier van alles aan het land is, dan kun je dus ook eigenlijk nagaan wat er bekend is binnen verder de hele andere media in dit land. En ook natuurlijk bij heel veel websites die eigenlijk alternatief nieuws bieden, maar ook eigenlijk toch weigeren om onderzoek te doen. Ja. En dat is bizar, want kijk, ik kan me best voorstellen dat sommige mensen denken van, nou, met Anton willen we verder niet praten. Maar dan heb ik gewoon talloze mensen die graag hun verhaal willen doen. Luister daar dan in ieder geval naar. Weet je, dat lijkt me gewoon heel logisch. En geef die mensen de kans. En laat die mensen ook aan het woord, zodat ze ook op beeld kunnen komen. Zodat ook anderen hun ervaringen kunnen horen. Ja. Want ik heb natuurlijk altijd gezien dat als mensen hun ervaringen vertellen, daarmee bevrijden ze anderen. Ja. Die hebben namelijk dezelfde ervaringen. Maar die konden daar in hun leven niet over spreken. Dus het is gewoon van het grootste belang dat mensen hun verhalen kunnen vertellen. En we hebben ze klaarstaan. Ja. En verder hebben we natuurlijk volop feiten wat zich in het noorden van het land allemaal heeft afgespeeld. Ja, en zo'n ervaring dan, hè? Want kun je eens uitleggen wat een ervaring is dan? Behalve dan het zien van een object in de lucht? Nou ja, dat mensen inderdaad een object zien en dat ze daarna voelen dat er aanwezigheid is. En dat ze daarna ook voelen dat ze bepaalde inzichten krijgen. Okay. En dat ze gewoon weten eigenlijk waar ze contact mee hebben. Okay. Maar met wie kunnen ze dat verder bespreken? Ja, dat wordt lastig. Wat zeg je? Dat wordt lastig. Dat is lastig. Ja. Dus die mensen die komen met name, ja, die komen naar ons toe. En zo hebben we vorig jaar, we wisten al heel veel over Nederland, maar vorig zomer ja, zijn er zeker 500-600 mensen naar Winsum gekomen in die periode dat de lockdown er even niet was, om hun ervaringen te vertellen. En toen kwamen we er nog weer verder achter wat zich allemaal in Friesland heeft afgespeeld. Ja, en wij hebben op dit moment maar één conclusie. Nederland, hoe gek het ook is, en met name het noorden van het land en bepaalde andere plekken in het land, is het land waar in mijn ogen, voor zover ik weet, en we hebben het echt perfect onderzocht, waar het meeste contact is. En ook het meest uitgebreide contact.
sommige mensen, hè, die geven aan, we hebben contact met Pleiadius. Andere mensen geven aan, we hebben contact met Sirius. Andere mensen geven aan, we hebben contact met Arcturius. Andere mensen geven aan, we hebben contact met Andromedianen. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Okay. En natuurlijk de persoonlijke verhalen die ik heb gehoord, ook van de mensen die bij ons zijn geweest, die andere wezens hebben gezien. En die contact hebben gehad met andere wezens. Met de Grays bijvoorbeeld, of bepaalde soorten, zelfs met insectoïden, waar we verhalen van hebben, ook uit dit land. En dan is er een heel bekend verhaal van Stefan Denarde. Die was een oud DAF-directeur, die daar ook een heel boek over heeft geschreven, die op de Schelde met zijn boot aan het varen was in één keer bovenop iets voer. En dat waren Iarganen. Ja, en als je al dat soort verhalen volgt en je komt met de mensen in contact die dat hebben meegemaakt en die vertellen op dat moment hun verhaal en het nieuwe bewustzijn eigenlijk wat ze op dat moment hebben gekregen, de nieuwe kennis die ze hebben gekregen. Ja, en dat voelt allemaal goed bij jou en dat krijg je van verschillende kanten van mensen die elkaar niet kennen. Ja, dan betekent dat dat je ervoor openstelt en dat je er zelf ook bewust van wordt en op een bepaald moment ook, ja, mijn bewustzijn werd. Dus ook die verbinding kwam. Ja. Over het algemeen, wat ik van jou hoor, is het allemaal positief. Het positieve reacties, positieve gevoelens van ja. Mensen met buitenaards. Ja, hoe noem je dat? Is het buitenaards leven of hoe? Nou ja, ik zeg altijd tegen mensen van, kijk, wij zijn allemaal bewoners van het universum en hebben in dit leven gekozen om hier op planeet Aarde te zijn. Ja? Ja? Dus wat is eigenlijk buitenaards? Ja. Want op dit moment worden ook heel veel mensen wakker die zich hun vorige levens herinneren. En dat is ook wel bijzonder dat wij er ook achter zijn gekomen. Dat zijn de verklaring van veel mensen dat zij bewust in Nederland zijn geïncarneerd. Omdat disclosure in Nederland of het bekend worden van het buitenaardse contact... Ja, daar staat, Nederland heeft daar waarschijnlijk een centrale rol in. Want ik heb ook geen verklaring voor al die mensen die bij me zijn geweest, die dit ook gewoon zeggen. En daar open en eerlijk over zijn. Alleen, ze worden door niemand begrepen. Nee. Dus ik voel me ook verantwoordelijk voor deze mensen. We kennen natuurlijk de sterrenkinderen, de indigo-kinderen, de mensen die allemaal hoogsensitief zijn, de mensen die eigenlijk allemaal innerlijke kennis met zich meedragen. Ja, van een plek wat niet de aarde was, ja, daar zit Nederland vol mee. Dus Nederland zit echt daadwerkelijk vol met kennis. En dat merken wij ook met name bij de presentaties en de Schumann-cursussen. Ja. En mensen, kijk, normaal op social media zie je natuurlijk van alles voorbij gaan. Dan kunnen ze een test doen om te zien waar ze van afstammen. Hè? Of ze nou een Pleiadiaan, hoe noem je dat? Pleiadiaan. Ja. Kun je dat, stel ik zou willen weten van waar kom ik vandaan. Zou ik dat kunnen doen? Is dat... Ja, daar zijn methodes voor, inderdaad. Okay. Om erachter te komen waar je vandaan komt, ja. Okay. En dat is je eigenlijk weer volledig openstellen. En dat gebeurt dus eigenlijk ook tijdens de cursus. Okay. En veel mensen die zich volledig openstellen, en vooral de mensen die natuurlijk geen angst hebben, want ja, voor heel veel mensen is ook het buitenaardse, daar hebben ze de meest idiote gedachten bij. Ja. En via Hollywood en via heel veel publicaties zijn natuurlijk, we hebben ook bezoek gehad van wezens die niet altijd even vriendelijk waren tegen ons. Maar er is nog nooit in het nieuws verschenen dat er UFO's vanaf een andere planeet een stad hebben aangevallen of iets dergelijks. Nee. En dat gebeurt ook helemaal niet. En dat zien we ook helemaal niet. Dat hebben we tot dusver ook helemaal niet gezien. Dus de mensen die contact melden, dat is vaak liefdevol. En voor de meesten ook bewustzijnsverhogend. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen ook tegen mij, ja, maar er zijn ook andere soorten. Ja, die zijn er ook. Wij zijn ook op de hoogte van het feit dat we ook in Nederland ontvoeringen zijn geweest. En met name uit het gebied waar ook jij dicht in de buurt zit, bij Winschoten en Delfzijl. Daar ben ik diverse mensen tegengekomen die dus inderdaad ontvoeringen hebben meegemaakt. Maar dat was tot 2000. Ongeveer 2003 en 2004. En daarna hebben wij daar eigenlijk geen berichten meer van gehad.
En wij weten ook dat die soort grace, want je hebt, grace die hadden werkelijk helemaal totaal geen gevoel. En die deden medische proeven met mensen. En het was niet zo dat gevallen bekend zijn, bij mij in ieder geval, dat mensen daaraan zijn overleden. Maar het was natuurlijk voor deze mensen een traumatische ervaring. En probeer dat nou eens aan iemand te vertellen. Dus dat heb ik ook meegemaakt, dat de mensen die inderdaad die ontvoering hebben meegemaakt, dat eerst een hele tijd duurde voordat ik hun vertrouwen kon winnen. En dan dat zij dan eindelijk hun verhaal gingen vertellen. Maar goed, dat is het verleden. Het is nu 2021 en in 2001 was er nog een heel grote persconferentie in Amerika, waar ik ook altijd bij mijn presentaties laat zien. Waar eigenlijk 1000 militairen en wetenschappers van het Disclosure Project gewoon openlijk bekendmaken dat er buitenaards contact is. En dat de beesten van de buitenaardse er dus eigenlijk net zo uitzien als jij en ik. Maar daar wordt ook bekendgemaakt dat er andere soorten zijn. En in 2021 bij een persconferentie met militairen en wetenschappers werden eigenlijk buitenaardse allemaal nog gezien als vijanden. Diezelfde mensen die dat toen zeiden, die weten nu ook dat het geen vijanden zijn. Ja. Het zijn juist, en ik kan je heel eerlijk zeggen, als dat contact bij mij en bij vele anderen niet was geweest en wij de kennis hadden gekregen hoe we met de hele situatie om moesten gaan in de afgelopen jaren, dan ben ik gewoon heel eerlijk, dan had ik hier niet meer gezeten. Nee. Oké. Okay. Want uiteraard begrijp ik ook dat als buitenaards contact over de hele wereld bekend wordt, krijgen we ook de informatie van dat er al lang toegang is tot nieuwe technologieën, die fossiele brandstoffen, die kernenergie, die zelfs windmolens en zonnepanelen overbodig maken. Ja. Want daar betalen wij allemaal voor. Ja. Terwijl er eigenlijk een hele schone, natuurzuivere energie gewoon constant voorradig is. Ja. En klopt het dat wij, de mens op aarde, dat wij gezien worden als echt heel iets bijzonders zij begrijpen ons niet zo heel goed, nee, want wij zelf niet op hun planeet, dan is het gewoon heel normaal dat de mensen de waarheid weten, ja, en dat de mensen ook weten wie ze zelf zijn. En onze planeet, daar zijn de mensen bij de meest belangrijke informatie, dat zijn cover-ups geworden. Dus als mensen dat referentiekader niet hebben, ja, dan komen ze in feite ook niet bij zichzelf. Nee. En nogmaals, als wij een presentatie hebben over de Schumann-cursus, dan komen de mensen er in feite ook achter van, ja, wat is eigenlijk buitenaards? Er is geen wetenschapper meer op de hele wereld. En gisteren kwamen de stukken naar buiten over Mars, dat al in 1977 en 76 bekend was dat er leven was op Mars. Nu komt die informatie allemaal naar buiten. Maar als wij kijken naar de Nederlandse televisie en we kijken naar de regionale televisie en we kijken naar de kranten, dan vinden we daar eigenlijk helemaal niets van terug. Nee. Want wat wij op dit moment zien, dat is natuurlijk dat de mensen constant worden vastgehouden in de angst en dat er elke dag weer een nieuw probleem wordt gepresenteerd, zodat de mensen daarover kunnen discussiëren. En dan zo blijven ze in feite vastzitten in die oude realiteit. Dus wat wij ook heel graag willen, dat is ook dat mensen die ook dit interview zien en die dingen hebben meegemaakt, naar voren stappen. En ook de andere mensen die hier allemaal in dit land zitten, uit hun isolement halen. Want hoeveel jonge mensen of ook oudere mensen ik wel niet ken, die eigenlijk alles weten over dat buitenaards contact, maar niet werden begrepen door niemand, eigenlijk in isolementen zijn beland. Of met de GGZ of met psychiaters in contact zijn gekomen, die eigenlijk totaal geen idee hebben wat er in dit land gaande is. Nee. Dus het is van belang dat ook de mensen, en in dit land zit vol met mensen die contact hebben. En daar komt ook nog eens bij dat 70% van de hele wereldbevolking eigenlijk weet of gelooft dat er meer is. En er geen wetenschapper is die zegt van er is geen ander leven. En de mensen die weten van buitenaards leven, die daar ook contact mee hebben, die weten ook, en dat wordt ook gezegd door militairen en zelfs regeringsleiders, daar laat ik ook altijd een stukje van zien op de presentatie, dat ze verder zijn dan wij in bewustzijn. De mens heeft zich laten verleiden tot een apparaatje waarbij we nu bewustzijn buiten ons dragen.
Ja. En het apparaatje vragen wat de antwoorden zijn. Ja. Ja. Dus wat zij de mensen meegeven, dat is hè, de Pleiadius, de Sirius, de Arcturius, de Andromedianen. Dat is dat zij de mensen weer meegeven. Wie zijn wij zelf? Ja. En dat zij ons begeleiden door de grootste evolutiesprong ooit. Waar natuurlijk ook de lezers, jouw luisteraars en de lezers van Marta Krul en de lezers van ons allemaal al een stap in hebben gemaakt. Door gewoon verder te kijken dan hun neus lang is. Ja. En ook op dit moment dingen te sprake brengen. En dat zie je ook. Mensen houden hun mond niet meer dicht. En dat is heel belangrijk voor de hele transitie van de aarde. Dat we nu de positieve dingen gaan benoemen. De rest, dat weten we nu wel. Maar er zijn ook positieve dingen te benoemen. Ja. En als er inderdaad gewoon kennis is. En wat ook werkt, dat je jezelf kunt genezen. En de kennis nu bij de mensen komen dat we gewoon niet alleen zijn. Ik hoor nog meneer Dijkgraaf van de Princeton University bij Matthijs van Nieuwkerk zitten. Dat hij zei vorig jaar in een interview, nou dat is al 2 jaar geleden, van er zijn zoveel nieuwe dingen ontdekt dat wij volgend jaar wel heel veel op het nieuws zullen krijgen. Want wij moeten onze hele ideeën over het universum bijstellen. We hebben helemaal niets gezien. En daarom hoop ik ook dat mensen op dit moment ook inderdaad goede keuzes maken. Wie ze volgen, welk nieuws ze volgen. En dat mensen ook goed opletten dat ze zich niet constant weer in twijfels en angsten en zorgen laten zetten. En daar kijken wij en daar letten wij op. En gelukkig zien wij die ontwikkeling. En gelukkig zien we ook dat dat gewoon steeds grotere vormen aanneemt. Voor mij hebben we het de vorige keer ook over gehad. Hè? Denk jij dat deze verandering die nu ingezet is, eigenlijk al een paar jaar eerder ingezet had moeten worden, maar het bewust is tegengehouden? Ja, absoluut, zeker. Toen wij in 2002, 2003 begonnen, toen waren er, en dat zeg ik heel eerlijk, eigenlijk veel meer mensen wakker. Als ik op dat moment nog terugkijk naar mijn oude artikelen, bijvoorbeeld over de chemtrails, wat wij bekendmaken bij de media en politiek, daar waren honderden reacties op. En er waren heel veel kranten. Dat stond regelmatig in de kranten. Ja. Weet je, dus dat... En in die tijd ook het hele UFO-fenomeen. Dat werd op dat moment, was het ook nog wel eens in de regionale media. Ja. Maar dat zien wij nu ook bij Hogeland Nieuws. Ook al gebeurde het hier ook al landterrein midden in het dorp. Dan wordt het nog niet eens in de kranten of op de televisie gezegd. Nee, voor me, ik zag laatst, dat is ook weer een poosje geleden. Volgens mij is alle media in de wereld in handen van 6 grote bedrijven of zo. Ja, dat is gewoon alle, dus ook TV Noord. RTV Noord ook, hetzelfde verhaal. Ja, dat is bizar hoe ik ook bij Hogeland Nieuws ben geblokt. Waar ik een column schreef. Wat ook nog, wat ze tegen me zeiden, heel goed gelezen werd. Ja. Waar een advertentie op stond van het Schuman Instituut. Maar vorig jaar toen de lockdown inging... toen werden ineens mijn columns werden geweigerd en de advertentie werd zonder mijn medeweten eraf gehaald. Ja. Dus dat betekent dat alle regionale media, alles wat gesubsidieerd is, werkelijk eigenlijk alles onder censuur staat. En dat wij dat veel mensen dat nu ontdekken en hun eigen nieuws zoeken. Ja. Ja. En dan overvoeren ze zichzelf wel eens een beetje. Ja. Nou ja, dat merk je nu heel erg. Hè. De laatste 2 weken, het is een gekkenhuis qua informatiestroom. En dat gaat echt alle kanten op. Het is niet meer bij te houden. Dus ik ben al een paar dagen niet meer echt online. In die zin dat ik dingen post en mensen vragen waar ik blijf. Maar goed, ik moet me echt afsluiten, want je kunt niks zeggen. Want dat is echt een gekkenhuis. Dus, mensen moeten op dit moment denk ik ook goed realiseren wie bepaalt wat waar is. Ja, klopt. Dat is de media niet, dat is de politiek niet. Op dit moment weet ik natuurlijk ook dat wetenschappers veel meer weten. Maar die wetenschappers krijgen niet de kans om zich te ventileren voor de televisie of in de kranten en dergelijke. Nee, mondjesmaat. Ja. En het punt is dat daar ook verder geen onderzoek naar wordt gedaan. Dus ik ben blij dat mensen op dit moment de keuzes maken om zelf te ontdekken wie bepaalt wat waar is. En dat ben je gewoon zelf. Ja. Waar gaan we naartoe, Anton, denk je? Nou ja, als wij op dit moment het zo doorgaat zoals het nu gaat, dan gaan wij naar een nieuwe wereld toe. Oké. En dat zien we natuurlijk toch op dit moment, dat in het hele land allerlei mensen en groepen actief zijn.
Met name, ja, haar broer is eigenlijk bezig met een parallele samenleving naast de huidige de samenleving die er is. En wij zien dat die ontwikkelingen zich op dit moment aan het vermenigvuldigen zijn. Ja. En dat is alleen heel fijn, want er zijn nog veel meer mensen gewoon wakker die allemaal wel dingen oppakken, maar wat zich steeds meer verder gaat verbinden. Ja. We zijn echt op de goede weg en ja, dat kan ik mensen ook aanraden. Hou die positieve zaken gewoon vast en laat die oude wereld vallen. Ja, en die nieuwe wereld is ook een wereld met, wat denk jij, gratis energie? Free energy? Ja, dat is zo. Hè. Je komt natuurlijk op dit moment met name NESARA tegen. Wij zijn goed op de hoogte van die NESARA-wetgeving, omdat wij in 2003 een mevrouw uit Amerika in onze redactie hadden, die daar alles van wist en ook contact had met de mensen uit het Disclosure Project. Dus ik vermoed inderdaad wel dat er een... Je vroeg net nog even van wat gaat er gebeuren als buitenaards contact bekend wordt. Alle instituties vallen om. En dat zie je op dit moment eigenlijk ook wel. En het is het hele financiële stelsel, dat is ook wel bekend bij al velen, dat daar een reset in gaat komen. En we horen steeds meer die NESARA-wetgeving. De boel loopt in dit land ook vast, loopt verder vast in andere landen. Dus NESARA-wet komt eigenlijk meer op basisinkomen, geen rente, alle schulden worden kwijtgescholden. En inderdaad de invoering van nieuwe technologieën, schone technologieën. Ja, maar verwacht jij dat die want er wordt inderdaad NESARA wordt gesproken over 6000 patenten die vrijgegeven gaan worden, waaronder energie en maglevs en zwevende voertuigen, dat soort dingen. Maar denk jij dat dat opgepakt moet worden door ons? Of door weer een regering of een overheid of wat dan ook? Ik denk dat iedereen die kennis op dit moment, als die kennis naar buiten komt, en in feite is die kennis dan buiten, dat daar al veel mensen mee aan het werk zijn. Ja. Dus die nieuwe technologie, die staat er in feite. In 2012 hadden wij een laboratorium zelfs in Maastricht, waar we bezig waren met auto's op water en de Geocell. Dus er zijn al heel veel mogelijkheden om dit op dit moment al toe te passen. Ja. Maar bij die nieuwe technologieën is het ook van, die nieuwe vrije energietechnologieën, is het ook van belang dat je zelf de vrije energie ook toevoert. Ja, precies. Zodat je zelf ook in een andere trilling zit en daardoor ook eigenlijk inzicht krijgt hoe vrije energie werkt. Ja. Want de intentie, net zoals het maken van colloïdaal zilver en het maken van wiedolie, jouw intentie die jij erin stopt, die is ook van het grootste belang. Dus ook het ontwikkelen van nieuwe technologieën, daarbij is eigenlijk de vrije energie en de Schumann-resonantie ook weer de basis van. Oké. Nou, dat wordt nog een lastige dan voor veel. Wat zeg je? Dat wordt een lastige nog voor veel mensen dan. Dat valt denk ik op zichzelf al mee. Okay. Want wij merken natuurlijk ook, en mede ook door jouw uitzending van vorige week, hoeveel mensen op ons pad zijn gekomen die eigenlijk helemaal niet nog, eigenlijk de term Schumann-resonantie nog niet eens echt kenden, wel eens hadden gehoord. Mm-hmm. En gezien hebben wat mogelijk is na 2 dagen, hoe je die vrije energie kunt gebruiken om jouw lichaam weer in rust en overzicht en weer... Ja. In de zelfherstellende mode te zetten, dat is geweldig. Ja. Dus wij zien ook met de kennis die wij hebben gekregen en eigenlijk hebben gekregen door interdimensionaal contact, want waar had ik dit allemaal moeten leren? Ja. Op welke universiteit? Op welke school? Ja, klopt. Dat klopt. Ik roep als kind zijn dat het onderbewustzijn weet alles. En dat is ook zo. Alle oplossingen zitten daadwerkelijk inderdaad in jezelf. Maar dan moet je inderdaad, en dat geef ik mensen ook aan, alle energie die je op dit moment hebt, stop die maar even helemaal in jezelf. Ja. En ga maar eens een beetje meer de natuur in. En ga maar eens een beetje ontdekken wat er in deze wereld allemaal gaande is. Ja. En neem de verantwoordelijkheden ook op dit moment. Wees duidelijk, ook naar andere mensen toe. Durf nieuwe dingen. Durf grenzen te verleggen, ook in datgene wat je zegt en waar je over praat. Ja. We hoeven na een jaar lang niet meer te lullen over mondkapjes en avondklokken en anderhalve meter dingen. Er zijn nu nieuwe
onderwerpen waarmee we mensen kunnen triggeren en waarmee we mensen weer hoop kunnen geven op een betere toekomst. Ja, ja. Trouwens over mondkapjes, vanmorgen de gouverneur van Texas heeft aangegeven dat ze klaar zijn, hè, met alles. Het spul gaat allemaal weer open, alles gaat weer open. Ja, ik denk dat het ook hier niet lang meer kan worden tegengehouden. En uiteraard weten we ook dat binnen de politie en binnen alle organen veel meer mensen zitten die er op dit moment ook niks meer van snappen. Nee. En dat is ook de bedoeling, denk ik, van de EU of diegenen die onze ministers de opdracht geven om de dingen uit te spreken zoals ze het uitspreken, om eigenlijk alleen maar weer onrust te creëren. Maar wat we op dit moment zien is dat ze zichzelf in een onmogelijke positie manoeuvreren, waar ze denk ik ook niet meer uitkomen. Nee, normaal. En ik hoop ook echt dat mensen inderdaad, als de verkiezingen zijn, dat mensen dit jaar op zichzelf gaan stemmen. Ja. Omdat wij ook de ervaring natuurlijk hebben gehad met SOPN in 2012 met de Kamerverkiezingen en erachter zijn gekomen, wat stelt politiek op dit moment voor? En we hebben natuurlijk een paar goede mensen binnen de Tweede Kamer zitten die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen brengen. Maar ze zitten toch altijd nog vast aan de besluiten die het partijbestuur heeft genomen. Ja. Dus op dit, ik kan alleen maar zeggen, stem voor jezelf. Ja. En stem op partijen die inderdaad onderzoek doen en die kennis naar buiten brengen. Ja, en... nog even terug, want die auto met die motor, dat vond ik wel interessant. Is daar een prototype van gemaakt? Die doet het? Want ik heb wel eens filmpjes gezien op het internet. Ja. Hè? In India weet ik veel. Daar zijn ze ook super, super goed bezig met alles nog wat. Ja. Maar zo'n auto op water, dat functioneert? Nou, in Nederland rijdt iemand rond die dus een auto op water heeft, maar hij maakt zijn naam verder niet bekend. Nee. Omdat hij ook weet wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Ja. De Jocel, ik ken een garagehouder, die was bezig met het testen van een Jocel, zit in de buurt van Nijmegen. En af en toe belde hij mij op, want dan was hij bezig met het testen van die auto. En dan liet hij me horen wat er bij zijn huis gebeurde, want dan vlogen de Apaches, dat zijn die helikopters, die vangen namelijk die energievelden op. Dus op het moment dat hij testen deed met die Jocel, hingen de Apaches alweer om zijn huis. Jeetje. Zo'n krankzinnige wereld is het. Ja. Want als iedereen deze technologieën leert kennen, dan zijn wij allemaal straks in staat om zelf dingen te ontwikkelen. Nou ja, precies. Nou, ik ken de gratis energie en magnetische energie. Ik doe het niet, maar ik volg het al jaren. En ik verbaas me erover dat het nog steeds niet is. Ik snap de gedachte wel. Maar het is best wel serieus. Ja, natuurlijk. Maar wij hebben al dat dingen zien werken. Samen met Frank Bonte onderzoek ik eigenlijk al 18 jaar in Nederland. Hè, want ik heb vorige week nog contact met Frank gehad. En Frank is deze zomer hier ook bij me geweest. En dan zitten we ook bij elkaar. En dan kijken we nog naar oude films. En dan zegt hij ook tegen mij van Anton, waar zijn al die mensen gebleven? Ja. Dus heel veel mensen hebben toch op een bepaald moment weer afstand genomen van de onderwerpen. Ja. Maar er dienen zich op dit moment ook weer nieuwe jonge mensen aan, die natuurlijk die kennis hebben. Ja. Maar goed, jij moet bepaalde materialen hebben. En als jij iets wil ontwikkelen, en je moet natuurlijk geld hebben. En ik weet zeker dat er in dit land gewoon grote dingen gebeuren. Ik heb nu weer wat meer contact met Frank Bonte. En we houden op dit moment de oren en ogen wagenwijd open. En proberen ons, vooral die oude groep mensen die ons altijd volgden, om die weer wat bij elkaar te krijgen en weer actief te maken. En de kennis die ze in zich dragen, dat ze die weer laten lopen. Ja, het zou misschien leuk zijn een keer met Frank iets te doen. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat hij het niet wil. Maar goed. Je kunt met Frank proberen een interview te doen. Dat kan. En Frank die kan heel veel vertellen, maar je moet hem af en toe wel een beetje bijsturen. Maar dat weet hij zelf ook en dat is het ook leuk. Het is gewoon een hele goede vriend van mij en ik heb heel veel van hem geleerd. En hij was ook degene waarmee ik in 2002 al toen naar Saskia Bosman ben geweest. Ja. Over de bevindingen die wij hadden en de ervaringen met de Schumann-resonantie. Ja. Hey, leuk. Groningen, nee, de drie noordelijke provincies, een hele belangrijke rol in het hele UFO-gebeuren, of in het buitenaardse gebeuren, of hoe je het ook noemen wil. Ja.
Wereldwijd gezien, hoe staan we daar dan? Nou ja, op dit moment zien we toch steeds meer dit nieuws weer een beetje doorcijpelen. Gisteren was er weer een vliegtuig boven Amerika die waar een sigaarvorm overheen vloog. En dat is gemeld in Amerika. Dat was daar op het regionale nieuws. Ja. Ja, natuurlijk de ervaringen die wij zelf van de mensen horen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat... Ja, dat steeds meer mensen hun mond open doen. Mijn telefoontje gaat af. Ik zet hem even uit hoor. Wacht even. Ik had hem vergeten even uit te zetten. Ik moet hem even weigeren. Zo. Eventjes. Ja. En ik zie ook veel beelden vanuit Brazilië. En Azië in ieder geval. Maar even terug naar wat mensen zien. Hè? Want daar zie je bijvoorbeeld echt gigantische... luchtschepen, ruimteschepen. Ja. Project Bluebeam. Project ja. Bluebeam. Wat, hoe kun je zeggen dat iets een Project Bluebeam is of iets echt? Dat kun je voelen. Oké. Okay. Dat is al het punt. Als je je daar natuurlijk op afstemt, dan voel je een bepaalde energie. Dus ik weet dat heel veel mensen die ervaringen hebben gehad, die werden vaak in twijfel gebracht door andere mensen die zeiden, ah, wat jij hebt gezien is Project Bluebeam. Ja. Maar dan moet je even verder luisteren naar deze mensen wat ze verder te vertellen hebben. En dan kun je ook wel distilleren of het waar is of niet waar is. Ja, precies. En dus overal, dat zien we natuurlijk overal. Overal proberen mensen nog te rationaliseren wat er wordt gezien. Maar er is gewoon contact. En dat bewijs, dat laat ik eigenlijk ook altijd zien tijdens de cursus. Want we besteden aandacht ook even aan de allergrootste cover-ups. En ja, je hoeft het ook niet meer te bewijzen. Nee. De feiten hebben heeft het bewijs overstegen, weet je wel. Ja, nee, precies. Oké, maar je zegt, dat soort dingen kun je dus voelen. En hetzelfde is met graancirkels. Hè? Ja. Nou ja, dat is ook altijd wel een hot topic. Ook dat ja, kun je dat voelen. Ja, je kunt het inderdaad voelen. Ik ben zelf in zo'n graancirkel geweest. Dat laat ik ook altijd even zien. Dat was in 1994. En toen had ik nog een pasje als luchtvaartjournalist en luchtvaartfotograaf. En toen kwam op het nieuws dat er bij Assen, bij Witten, een graancirkel was. Ja. Daar ben ik toen direct naartoe gegaan. Omdat op dat moment er een stuk in de krant stond van Ton van der Meulen, vliegbedrijf Ton van der Meulen, dat hij had gezegd dat hij verantwoordelijk was voor die graancirkels. Nou, dat is natuurlijk, dat kan helemaal niet. Dus dat heb ik hem ook gezegd. Ja, Ton van der Meulen in Oostvold, die is inmiddels wel overleden. Dus ik heb in die graancirkel gestaan, daar in Assen. Politie was er, maar ik mocht daar naar binnen. En mijn haren stonden recht overeind. Ja. En in die cirkel, daar stond Jaap van Etten. Dat was een wetenschapper uit Leiden. En die was daar op dat moment al bezig. En die was bezig om de moleculaire veranderingen van de steeltjes te onderzoeken. Ja. En er was nog een man bij, ook een wetenschapper uit Costa Rica. Die was bezig met zwarte koolstofkorreltjes en met dode muizen. En toen ik op een bepaald moment aan die Jaap van Etten... Want hij gaf mij ook twee van die wiggeroeders. Ja. En ja, die sloegen alle kanten op en mijn haren stonden recht overeind. En ja. Toen ik tegen hem zei van, wat is dit nou? Toen zei hij gewoon tegen mij van, als jij straks naar huis gaat en je tank is leeg, dan moet je tanken. En toen zei ik van, ja, ik ben ook UFO meldpunt en boven Witten worden witte ballen gezien. Zien mensen witte bollen vliegen. Heeft dat een verband? Nou, ik weet het niet, maar het is wel gek dat, ja... Dat in die graancirkel je inderdaad, ja, je stond gewoon onder stroom. En dat maakt iets bij jou los. Want waar komt die energie vandaan? Ja. En dan ga je daar ook in interesseren. Dus iedereen die iets nieuws tegenkomt en je gaat je ervoor interesseren, dan leer je over dat onderwerp ook meer. En zo ben ik er eigenlijk achter gekomen dat er drie soorten graancirkels zijn. De ene met de plankjes onder de voeten. Maar dat ik ook het sterke vermoeden heb dat onze eigen overheden ons ook af en toe een loer leggen. Door zelf graancirkels met hun beamapparatuur te doen. En dan heb je dus nog die derde soort, als je daarin staat. En waar Jeanette Ossebaard ook over vertelt. Ja, dan sta je gewoon eigenlijk in een soort universele verbinding. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Ja. En die graancirkels, kun je, als je een foto ziet hè, van een graancirkel.
kun je direct zien van dat is echt, dat is fake, want sommigen hebben de meest fantastische vormen. Ja. Nou, je voelt het eigenlijk wel. En ik heb mensen ontmoet, met name die een verbinding hadden met Arcturus, die eigenlijk deze graancirkels konden lezen. En in heel veel van die graancirkels zitten van die hele mooie vortexen en geometrieën. En eigenlijk voel je wel aan wat is echt en wat is niet echt. Oké. Ja. Ja. Bijzonder. Nou ook ja, bij stadskanalen, hè? Daar zijn ze toch regelmatig ook verschenen. Oké. Dan kun je nagaan. Als stadskanaal is 10 kilometer vandaan. Ja. Ik weet het niet eens. Nee, zo zat ik in Zuid-Laren en kreeg ik de kranten die hier in de kamer hangen, UFO's boven Hoogkerk. Ja. Wist ik ook niks van, want ze waren op dat moment ook over Veendam en Winschoten en Winsum en noem maar op. Dus het gebeurt overal. Ja. En in het noorden van het land zijn gewoon duizenden mensen inderdaad wakker gemaakt. Die kregen weer verbinding, eigenlijk met hun oude vrienden. Die kregen weer verbinding met objecten waar zij oorspronkelijk eigenlijk zelf vandaan kwamen. Dus die kennis werd door dat contact getriggerd. Ja, precies. Engeland, dat leek mij altijd een hotspot voor heel veel dingen. Of is dat een beleving? Nee, dat is geen beleving, want ik zat heel veel in Engeland. En ik ben daar met name bij veel basissen geweest, met name Bentwaters. Dat ligt bij Ipswich, waar ook van alles is gebeurd, waar ook kernwapens lagen. Verder kende ik bijna alle Amerikaanse bases in Engeland waar ik ben geweest. En ik heb genoeg verhalen gehoord. Dus al deze basissen, met name waar ook kernwapens lagen, zijn ook in Engeland bezocht. Net zoals in Nederland Volkel en Woensdrecht. En ook op Leeuwarden waar dingen zijn gebeurd. Dus ja. Ook op het nu. Ja. Ja. Nou, misschien, weet ik niet. Simon Parkes, heb je daarmee gewerkt? Simon Parkes, die is een keer bij ons in Soest geweest. Dat was in de periode 2013 dat hij ook bekend maakte dat Poetin ook contact had met de goeie. Oké. Want Simon Parkes, die weet ook heel veel over het hele buitenaardse gedeelte. En ik probeer hem elke dag te volgen. En ja. Even op te pakken wat hij elke dag zegt. Maar hij is wel een man met kennis, ja. Oké. Ja, krijgt. Heeft veel te verduren gehad de laatste tijd, Simon Parkes. YouTube. Ja, wie niet? Ja, echt gek. Iedereen die zijn nek uitsteekt, die krijgt natuurlijk sowieso tegenwerking. Maar goed, hangt er ook vanaf wat je natuurlijk allemaal vertelt. Want ja, er komt zoveel dingen naar buiten en dingen die je niet kunt bewijzen, daar kun je ook je vingers aan branden. Ja. En het is op het moment denk ik ook niet echt verstandig om je nog met die oude wereld en met de namen in die oude wereld bezig te houden. Stop met de energie in jezelf en in de nieuwe wereld, wat eigenlijk die vijfde dimensie is, dat de mensen weer contact krijgen met de natuur, dat de mensen weer contact krijgen met het universum en dat ze dus eigenlijk weer weten dat we beings of frequent zijn en vanuit die frequent onszelf eigenlijk weer kunnen resetten. Hey. En dat we eigenlijk allemaal, mensen vragen mij ook wel eens van Anton, kan ik een buitenaards wezen zien? Dan zeg ik, ja hoor, dat is prima, kijk maar in de spiegel. Ja. Want ja, dat is buitenaards, daar ben ik nu ook wel achter gekomen. Ja, ik volg ook zoveel en ik weet ook niet eens meer van wie ik het heb, maakt ook niet uit. Als we het hebben over, wat zo noem je het nou, outer space... noem je dat nou? Ja, dat ruimte, space. Maar dat je eigenlijk inner space, dat eigenlijk alles in je zit. Ja, is dat een klopt. Beetje... Okay. Ja. Outer space meldt het zich eerst. En als je dan met jezelf aan de slag gaat, dan kom je eigenlijk erachter dat je die informatie zelf al bij je draagt. Ja. 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 Als je echt onderzoek gaat doen, ja? Je kunt je vast laten zetten in deze maatschappij, maar je kunt ook op dit moment de juiste keuzes maken om gewoon eens onderzoek te gaan doen. Ja. In plaats van wat wij gewend zijn, alles bij een ander neer te leggen, we moeten gewoon weer terug je zelfverantwoordelijkheid nemen, alles zelf doen. Ja, en jezelf gaan geloven en weten wat je zelf weet. Ja. Dat voor jezelf eens afwegen, wat geloof ik en wat weet ik. Ja. Ja. Dat is ook, er zit natuurlijk een heel groot verschil in geloven. Ja, als je iets gelooft, dat is voor mij loszand. Als je iets weet, dan heb je iets. Ja. Dan heb je iets in de handen. Ja. Dus dat mensen daar ook eens weer stilstaan. Ja, precies. Maar ik neem aan dat je wel... Het begint met een geloof in ergens. Hè? Iets ontastbaars, daar begint het toch mee, hè? Toch? Ja, daar begint het wel mee, uiteraard. Ja. Dat is zo. Ja. Dat is waar.
Super, hé, Anton. Vind ik leuk. Leuk. Ja, ik ook. Vind het ook leuk om met jou te kletsen. Het is wel lekker relaxed. Ja. Dat, nou ja. Is ook wel fijn, ja. Ja, nee, ja. Ja, goed. Maar ik, nou ja. Wat jij ook al zei in het begin, je moet gewoon bij jezelf blijven. En als ik de, in één keer de reporter uit ga hangen, dat gaat hem niet worden. Dat... Dan moet ik ook nee, je bent, hoe gek het ook is, zelf, het beste boek, daar ben je zelf. Ja. Maar die maar eens lezen, dat zeg ik ook op dit moment tegen mensen. Ja. Van, hou je daar maar mee bezig. En voor mensen die nog meer informatie willen hebben over Schumann, resonantie, kunnen gewoon bij jou weer terecht, hoop ik, nog steeds. Ja, die kunnen terecht. En mocht er interesse zijn, we hebben er dus inderdaad een weekend nog even bij gepland. Ja. Een andere kon niet doorgaan in verband met de maatregelen. Ja. Dus het gaan voor ons nog even deze mogelijkheid. Dus dan weten de mensen dat. En mensen die meer willen weten of een ervaring willen delen over UFO's, buitenaards contact. Nou, ik kan je met zekerheid zeggen dat ik heel binnenkort daar een presentatie over geef. Dat zal ook wel online wezen, dus dat komt wel in de agenda, want dat zit erin. Want dat heb ik ook wel een tijd geleden gedaan, dat ik gewoon avondpresentaties deed, waar ik even een stukje over een introductie geef over de Schumann. Ja. En ja, er zijn inderdaad veel mensen die willen het graag hebben over het contact wat zij hebben, of zijn gewoon nieuwsgierig. Ja. En daarvoor moeten ze gewoon op jouw website zijn. Ja, gewoon antonteuben.nl dat volgen. Ja. En dat, gewoon de agenda volgen. Waar overstromen de mensen niet met nieuws. Dat zien de mensen ook wel. Maar gewoon met adviezen van let op jezelf. Ja. En wat jij weet, breng dat ook in de openheid. Ja. Hey, goed. Nou, sluiten we daarmee af. Ik vind het helemaal goed. Hey. Je weet het, universe is magic en love is the key. Dus... Laten mensen dat goed realiseren. Ja. En dat we in een tijd leven dat we inderdaad eigenlijk die angsten maar een beetje moeten laten vallen. Ja. En ons een beetje moeten richten op mooie dingen. Er komt nu zomer, dus we moeten lekker naar buiten. We moeten genieten. En met elkaar gewoon vertellen wat we weten. En dan kunnen we met elkaar deze aarde heel snel en zeker in Nederland iets op gang brengen wat ongekend is. Gaan we doen. Gaan we doen. We houden contact, Anton. Vind ik leuk. Oké, doen we. Hey, super. Peter, dankjewel. Oké. Ik ben benieuwd wat dit teweeg brengt. Je gaat het druk krijgen, maar dat zeg ik tegen iedereen. En dat is ook zo, dat zeg ik ook tegen de mensen, bereid je voor op de dingen die komen. Onze verantwoordelijkheid, waarom we hier zijn, want veel mensen zijn hier met een missie. Ja, en die zijn hier niet voor niets, dat weten ze. Ja. Dus laten ze zich gewoon goed voorbereiden. Fijne dag. Tot ziens, man. Jo, hoi. Dankjewel. Hoi.